nanotechnologie een bijna even grote impact gaat hebben op ons leven als internet. Is dat simpel genoeg gezegd zo? Ja, het is wel simpel gezegd. Het was wel mijn inspiratie voor deze lezing. Ja. Het leek mij gewoon leuk te vertellen over wat nanotechnologie inhoudt. Maar niet als zeg maar een verlengde van internet, wat wel niet kan, wat je nog snellere computers krijgt. Komt de presentatie aan bod. Maar meer gewoon vanaf een afstand, zeg maar. Wat is een beetje het visionaire. Heel veel dingen wat gezegd is in het begin van internet, dus hype. En, het moet in elke huishouden terechtkomen. Nou, nu zijn we zover, nu is het in elke huishouden. Nou, noemen we dat dan een hype? Nou, heel veel mensen zeggen tegen mij, als je doet nanotechnologie, dat is toch een hype? Ja. Maar ja, het zit nu al bijna in alle huishoudens. Dus dat probeer ik een beetje duidelijk te maken. Hartstikke goed. Ik heb je verhaal eerder gehoord op Pink. Ik was toen zwaar onder indruk, dus ik denk dat het goed is dat we nu naar je presentatie gaan kijken en kijken welke vragen er opborrelen. Oké. Okay. Ja, goed. Dames en heren, Dave Blank. Wat ik al zeg, ik wil vertellen over nanotechnologie. Een kort woordje van mij. Ik kan me bezig als hoogleraar in nieuwe materialen voor de nanotechnologie. En we hebben ook een instituut in Nederland, de Mesa Plus. Er werken zo'n 500 wetenschappers op het gebied van nanotechnologie en ik ben daar wetenschappelijk directeur van. En ook, we zijn bezig voor de Nederlandse regering een notitie te schrijven hoe het nu moet met Nederland in de nanotechnologie in de toekomst. Dat is een strategische onderzoeksagenda en die wordt over 2 weken aangeboden aan de Nederlandse regering. En als jullie geïnteresseerd zijn, houd dat in de gaten, want we hebben een hele hoop exemplaren. Dus als jullie geïnteresseerd zijn, kun je dat altijd verder lezen wat nou precies nanotechnologie inhoudt. Want het komt heel veel voor eigenlijk. Nanotechnologie. Als dat goed is. Hier zien we een voorbeeld van waar nanotechnologie, hoe dat zal verdeeld is in alle producten die we in huis hebben. Of producten die binnenkort in huis komen. Hoe het een invloed heeft op het gebied van de nieuwe materialen, in de ICT, in de veiligheid, in voedsel, in energie en dergelijke. En al die thema's wil ik een beetje aanstippen. En het is dus veel voorkomend iets. En als ze zeggen van nano is heel erg multidisciplinair. Bijna alle disciplines die ze voordoen, zit daar een nano-aspect aan. Dat hoop ik dat een beetje de boodschap van vanmiddag wordt. Vaak zeggen ze van, hoe komt het nou? Waarom hebben we het opeens over nanotechnologie? En eigenlijk, ik vind zelf de geestelijke vader is Richard Feynman. Richard Feynman was een hoogleraar. En misschien, als jullie dat wel op de universiteit gehad hebben, de Feynman Lectures. Hij maakte natuurkundeboeken. Laten we gewoon even kijken in zijn collegezaal. Richard Feynman, die was in 1959, zou hij de grote lezing geven voor de American Physical Society. En hij dacht na, en hij dacht van, er moet een onderwerp zijn wat iedereen aangrijpt. En hij was heel erg bezig met kwantummechanica en hij kijkt naar kleine deeltjes. En toen kwam hij op het idee om zijn lecture te schrijven als, there's plenty of room at the bottom. Als je alles heel erg klein maakt, dan krijg je daar informatie. Dan kan je ongelooflijk informatie kwijt op zo'n kleine schaal. En inmiddels kunnen wij zijn lecture, we verschillende bladzijden in, kunnen gewoon op een haar schrijven. Dat is een van zijn haren. Dus we projecteren als het ware de tekst. Dat is het blauwe plekje. Dan kunnen we schrijven. Die hele tekst, we hebben de techniek zo ver gevorderd dat we die tekst kunnen schrijven op een haar. Dit geeft een beetje de dimensies weer waar je nou naartoe moet. Gaan we even terug. Wat is nou nanotechnologie? Nou, in het begin kan je stellen van, ook in 1959 en eigenlijk 58 eigenlijk, we hebben nu eigenlijk een beetje al die viering gehad van de eerste transistor. En de eerste transistoren die waren een paar millimeter. En het waren eigenlijk 2 brokjes materiaal op elkaar en het contact zorgde ervoor dat er een speciaal geleiding was. We hebben bloedlichaampjes, de rode bloedcellen. Het zijn geen nano's, geweldig groot. We hebben de nieuwe transistor, ik heb mijn VAIO bij me, daar zit ongelooflijk veel nanotechnologie in. De nieuwe transistor, die afmetingen daarvan zijn nanotechnologie. Nou, als we echt in de nanotechnologie gaan duiken, zijn het meer virussen. De virussen zijn groot van een paar honderd nanometer. Dus als je praat over virussen en virusdetectie, heb je daar nanotechnologie voor nodig. Die tekst die ik liet zien, typisch nanotechnologie. De afmetingen zijn zeg maar een paar tientallen nanometers. Gaan we naar de DNA-structuur, dat is 1 nanometer in doorsnede. Dus een DNA, als je daarmee gaat manipuleren, dat is dan zeker nanotechnologie. En ja, de atomen kunnen we voorstellen. De atomen zijn weer een slag kleiner. En als we praten over moleculen, praten we zelfs over 1/10 nanometer. Dus eigenlijk het aspect van het hele zeg maar, de afmetingen kan je zien in dit plaatje. Dus een cel, heel veel mensen zeggen van, oh, cel, dat is nanotechnologie. Een cel is helemaal nanotechnologie. Huge, een cel is ontzettend groot.
Nee, in een cel, als ze apparatuur ontwikkelen om te kijken wat voor processen er in een cel afspelen, dan praten we over nanotechnologie. Proteïne en DNA, manipuleren van DNA of ook wel bestuderen van DNA, dat is typisch iets wat in de nanotechnologie plaatsvindt. De kracht en de, zeg maar, de financiële onderbouwing van nanotechnologie, waarom is het zo gegaan? Dat is eigenlijk toch wel de transistor, de IC-technologie en zeker ook het web. Het web vroeg hele snelle computers, snelle data, de glasvezel. En telkens soms alles kleiner en kleiner. Dus het idee van, zeg maar, om alles kleiner te kunnen maken, die drijvende kracht van de halfgeleiderindustrie heeft ervoor gezorgd dat wij van de eerste transistor naar een transistor, van hier is bijvoorbeeld van Kees Dekker, waar een carbon nanotube van 2 nanometer in dikte, dat dat eigenlijk de nieuwe transistor is. Geweldige slag die we geslagen hebben in, zeg maar, in afmetingen. Nou, dit is de binnenkant van zo'n FIO, die je ziet. Hier is het dus vol nanotechnologie. Dus de hele elektronica, de nano-elektronica, heeft de hele slag al gemaakt. Alle afmetingen die, ja, denken wel, hè, dus zeg maar, dat is 24 nanometer. Dat is dus 1000 keer kleiner dan de dikte van je haar. De meeste transistoren, 10.000 tot 100.000 transistoren, die kunnen dus aan de binnenkant van je haar worden geplaatst. Dat zijn de afmetingen waar we over gaan praten. Nou, wat je ziet, natuurlijk wat je nodig hebt, zijn clean rooms. We hebben een hele grote clean room. En vaak zeggen mensen van, oh, je wordt beschermd voor de nanotechnologie. Nou, dat is precies andersom. De nanotechnologie moet beschermd worden van de mens. Want ik zit vol stofdeeltjes. Dus als ik beweeg in een clean room, de huidschilfertjes of stof, et cetera, of als ik zou hoesten, dat soort deeltjes zijn zoveel groter dan de structuur waarmee we te maken hebben. Dus vandaar een clean room. De afmetingen van de, zeg maar, de transistoren werden kleiner en kleiner en de hoeveelheid transistoren in een chip werd groter en groter. En daardoor de computer sneller en sneller. Dat is een beetje de wet van Moore. Elke, nou ja, anderhalf jaar werd het aantal verdubbeld. En dat ging maar door en ging maar door. Dus als ik nu zeg dat de kleinste afmetingen 24 nanometer zijn, dan zijn dus over 18 maanden is het 12 nanometer. En dan? Ja, wat dan? Dan komt er een nieuw soort elektronica. Een ander soort elektronica. En dat is de aspecten die ik met jullie wil even doornemen. Wat gebeurt er eigenlijk? Wat kunnen we met nanotechnologie? En als we door die barrière heen gaan, ja, wat blijft er over eigenlijk van de halfgeleiderindustrie? Dit is een voorbeeld van een wafer zoals die nu gemaakt wordt. ASML, dat is degene die die machines maakt, waarbij je dit soort patronen kan maken. 300 mm is een wafer. Miljoenen transistoren zitten hierop. Allemaal afmetingen van 100 tot 50 nanometer afmetingen erin zitten. Kun je je voorstellen wat een proces dit is? Er zijn 10.000 stappen die gemaakt zijn en er hoeft maar eentje fout te zijn en je kan de wever weggooien. Dus de basis daarvan, we hebben al de limieten bereikt, ook met de nanotechnologie, om nog meer transistoren te maken, om nog sneller te kunnen gaan, et cetera. Dus dit is eigenlijk wat je ziet, je zal niet een plaatje zien wat nog groter is. Dus zo'n machine kost miljoenen. Gelukkig wel, want daar leeft ASML, want het heeft er maar een paar te verkopen. En we trouwens kunnen als sowieso in Nederland trots zijn dat zo'n fabriek als ASML hier in Nederland staat. Maar dit is zeg maar de limiet waar we aan moeten werken, waar we aan werken. En hoe kan dat? Hoe kunnen we dat? En wat is dan de volgende stap? En dan ga ik nog even terug, want ik praat over nanotechnologie. En hoe zie je dat dan? Hoe kan je nou zien? Ik heb iets gemaakt van paar nanometer. Dat kan je niet met een gewone optische microscoop. Met licht kan dat niet. Je oog uit te keren, nou, een halve micrometer, 500 nanometer kan je net zien, maar that's it. Dus je moet nog kleiner, je moet een andere apparatuur hebben. En eigenlijk was het Röhr en Binnig, twee Nobelprijswinnaars, die waren eigenlijk met het experiment bezig en die kwamen erachter hoe je atomen zichtbaar kan maken. En eigenlijk het idee is eigenlijk heel simpel. Wat ze deden was, nou, dit is het oppervlak. En zeg maar dat hier atomen aan het oppervlak zit. En rond die atomen heb je wolkjes elektroden zitten. Dan heb ik een tip, of een draadje. Dan knip ik dat draadje af en het laatste is een atoom. Hoe ik ook knip. Het laatste zal altijd een atoom zijn. Met eromheen weer een wolkje elektronen. Dus als ik nou die tip aan het oppervlak doe, dan komen die elektroden over elkaar heen. Gaat een stroompje lopen, hier niet, hier wel, hier niet, hier wel, hier niet. Het was eigenlijk een heel fundamenteel fysisch probleem wat ze aan het bestuderen waren. Maar door die tip over het oppervlak te bewegen, zagen ze wel een stroompje, wel niet, wel niet, wel niet, wel niet. En dat was dus eigenlijk een representatie van de atomen die op het oppervlak zaten. Opeens konden ze dus atomen waarnemen.
We kunnen hetzelfde doen door zo'n tip over de oppervlakte heen te laten bewegen. En die beweegt dan. En via een spiegeltje kan ik eigenlijk zien wat de uitreiking is. En zo kan je op een betrekkelijk eenvoudige wijze de atomen zichtbaar maken. In ieder geval, een atoom, 0,3 nanometer. Dus je kan nanometers zichtbaar maken. Je kan zien wat je aan het doen bent. Het is eigenlijk nog een speciale, want je kan ook nog aan zo'n tip, moet je natuurlijk zo scherp mogelijk maken. En dan doen we zo'n grauwe nanotube van een paar nanometer. Die bewegen we, die groeien als het ware aan zo'n tip. Dus het is de meest scherpe naald, pick-up naald die je maar kan voorstellen. En die tast het oppervlak. En als je dat dan doet, dan krijg je atomen te zien. Dit is zo'n plaatje. Een plaatje waar je het oppervlak ziet en dan zie je atomen. Dat is niet helemaal waar, want ik zei eigenlijk van, zoals de elektronen die elkaar overlappen. En wie niet, wel. Dus je ziet eigenlijk je ziet waar de elektronen zitten. Dus helemaal correct is het niet. En de afmeting, of het nou een heel hoog piek is of een kleine piek is, dat is een beetje hoe je speelt natuurlijk met de getallen. Maar je kan wel zien of er een atoom zit of niet. Sterker nog, je kan misschien wel zo'n atoom oppakken en dan gaan kijken wat je ermee kan doen. Don Eichler van IBM in Amerika, namens hond Neon, hij heeft ook een hond die heet Argon. Het blijft natuurkundige natuurlijk. En die heeft zo'n tip en die pakt, dus een artist impression, die kan met die tip, pakt hij zo'n atoom op en kan het ergens anders neerzetten. Het eerste wat hij liet zien was zijn eigen bedrijf, dus in atomen. Dit zijn xenonatomen op een nikkeloppervlak, waar die atomen zijn of gepakt en ergens neergezet, maar je kan ze ook als het ware knikkeren met de atomen. En dit is iets heel bijzonders. Waarom is het zo bijzonder? Hiermee kan je dus de nieuwe transistoren maken. Met atomen. Er is wel of geen atoom. Bijvoorbeeld een 1 of een 0. Je kan allerlei fysische experimenten mee doen. Je kan er prachtige plaatjes mee krijgen. Zoals je hier zag. Er is alleen één nadeel aan. Dat is namelijk, je moet het wel doen bij het absolute nulpunt. Want bij kamertemperatuur dan is zoveel bewegelijkheid in die atomen dat ze meteen over het oppervlak zouden diffunderen. Maar het principe is daar. Dus de volgende stap is eigenlijk, kan je nou met die atomen spelen en dan toch bij kamertemperatuur ze uitlezen of niet? De volgende stap was eigenlijk die tip die ik liet zien. Die kan je dus over het oppervlak laten bewegen. Je kan een atoom pakken. Maar je kan ook die tip in inkt dopen. En dan maak ik die inkt maak ik van moleculen. En moleculen met een kop en een staart. En als ik die inkt over het oppervlak doe, gaan al die koppen gaan zich hechten aan het oppervlak. En die ordenen zich heel mooi. Dus over waar ik schrijf, deponeer ik als het ware een organisch materiaal. Dat laat ik reageren met goud. En zo schrijf ik die tekst die ik in het begin liet zien van Richard Feynman. Dus je ziet als het ware een hele hedendaagse techniek. Een tekroontjespen kunnen we gebruiken daar om nanotechnologie van te maken. De volgende stap is natuurlijk, kan je dat heel veel doen. Ik zeg het vaak wel eens van, als je vroeger strafwerk moest maken, je moest 100 keer dezelfde regels schrijven, dan knoop je 10 pennen aan elkaar vast en dan schrijf je in 1 keer 10 regels. We kunnen 10.000 tot 100.000 van die pennen kunnen we laten schrijven tegelijkertijd. Dus met die inkt en die atomen schrijven het oppervlak en met diezelfde tip kunnen we ook weer lezen of er wel of geen atoom is. Is het natuurlijk heel vervelend om de hele tijd in die inkt te dopen en weer terug te gaan schrijven. Dus maak je er een vulpen van, of een ballpoint. Dus in die tip zitten nanokanaaltjes, waardoor we die inkt zo laten lopen, dus tijdens het schrijven, als het ware een reservoir waar je kan schrijven. Dit project is ook samen gedaan met Stanford University. En dat is echt een ontwikkeling. Dus eigenlijk de harde schijf gaat werken met inkt die je wel of niet schrijft en wel of niet kan uitlezen. En de dichtheid is vele en vele malen, duizenden tot 10.000 malen groter dan we tot nu toe hebben met onze conventionele harde disk. Maar als wij die moleculen kunnen lezen en kunnen bekijken, dan is de volgende stap, we halen dan wat uit het menselijk lichaam. Haal daar fibers of haal daar DNA-structuren uit of proteïnen. Kunnen we dat dan ook zichtbaar maken? Dat kan. Het is een voorbeeld van zo'n AFM-opname van een fiber uit de hersenen die genomen is. Met een precisie, dat was eigenlijk onvoorstelbaar dat je dat kan doen. Zo'n precisie wat je precies kan zien wat er aan de hand is. Sterker nog, wat je precies kan zien of er een bepaalde ziekte is. En dit is een voorbeeld van Parkinson. Je ziet hier een rechte streep. Ik heb hier een pointer. Dit is een gezond stuk fiber in de hersenen.
Hier heb je als het ware geknoopt iets. Dat is een soort, ja, het lijkt heel veel op een touw dat geknoopt is. Een scheepstouw dat geknoopt is. Dat zijn voortekenen van Parkinson. Dus dat kan je zien. Je kan heel vroeg stadium zien of iemand daar vattelijk voor is of dat kan krijgen. Maar met die techniek dat net zien. Als je een atoom kan oppakken en ergens neer kan zetten. Kan je natuurlijk ook een stukje van zo'n fiber of een stukje van de DNA-structuur pakken. Uitsnijden en daarmee gaan kijken van wat, ja, hoe ziet het eruit? Hoe reageert het bijvoorbeeld op bepaalde medicijnen of op bepaalde zuren? Dus je kan opeens snel dit soort materialen bestuderen en ook soort afwijkingen bestuderen. En in ziektes of virussen een heel vroeg stadium herkennen en detecteren. En hopelijk daarvoor de juiste middelen vinden om dat tegen te gaan. Een van de voorbeelden is dat je een virus, dat je als het ware, nou, ik heb die tippen, dat je die ziet, bewaren. Je kan een oppervlak, kan je dus in plaats van een inkt, kan je ook een materiaal brengen die heel graag zich hecht aan virussen. Dus als zo'n tip staat te zwabberen en ik maak een virus en ik kleef ze aan, wordt het gewicht anders, gaat hij op een andere manier gaat hij bewegen. En zodoende gaat hij op een andere manier trillen, gaat hij op een andere manier schrijven. Dus kan je hier één simpele virusdetectie kan je doen. Moet je je voorstellen wat voor verschil dat is wat je nu het HIV-virus zou moeten doen. Wat er misschien weken overheen gaat voordat je het kan vaststellen. Het is instantaan, meteen. Het SARS idem dito. Dit zijn virusdetectoren die 10.000, 100.000 keer gevoeliger zijn dan tot nu toe kan voorstellen. Dat vraagt ook heel veel over informatie. Dat vraagt ook heel veel, nou, om de link te leggen bijvoorbeeld naar internet. Dat je dus thuis heel veel experimenten kan doen en uit kan wisselen van wat er aan de hand is. Ik kom daar nog, zo meteen nog op terug. Alles heeft te maken, in dit geval, met hoe kan je dat snel doen? Nou heb je, als ik dan een heel klein stukje DNA heb, en ja, en ik zou dat in een oplossing hebben, dan vind ik het nooit terug. Dus ik moet dat hebben in een heel klein volume. En dat is misschien wel heel lastig, maar het is ook wel heel mooi. Want als ik een heel klein volume heb, kan ik dat heel snel meten. En dan kan ik het heel snel, zeg maar, door een chip laten vloeien, om te kijken wat de eigenschappen dat is. En dat is eigenlijk de lab on a chip. Want je vroeger een heel laboratorium. Nu is het gewoon een creditcard. Dit zijn 36 chemische experimenten die tegelijkertijd gedaan worden in je creditcard. Dus als er een bepaalde stof is en ik wil weten van een chemische goedje en ik wil kijken wat voor effect dat heeft, dan kan ik dat zien. Het chemische goedje kan ook een druppel urine zijn of een druppel bloed. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld om te kijken dat we kunnen een ammoniaksensor maken. Dus een ammoniaksensor wordt op het ogenblik in Parijs getest. En dat is een ammoniaksensor. In plaats van een grote kist is het gewoon een creditcard die meteen, in plaats van in 24 uur, meteen kan aangeven er is te veel ammoniak in het drinkwater. Zo'n test kan gedaan worden, dus een vingerhoedje ammoniak in een groot wedstrijdzwembad kunnen ze al detecteren hiermee. Dus die ontwikkeling gaat verder en verder. Dat komt eigenlijk doordat je die kanaaltjes zo klein en kleiner en kleiner kan maken. En dit is het nieuwste voorbeeld van de lab on a chip. Laat ik zo een voorbeeld van zien. Maar een druppeltje bloed, nee geen druppeltje bloed, het vocht in je vinger. Dus als je heel licht op je vinger drukt, ontstaat er wat vocht. En dat vocht is voldoende om allerlei in te kijken hoe goed een medicijn werkt, bijvoorbeeld in je lichaam. En dit soort aspecten komt steeds meer en meer. Dat is hier zie je zo'n naald. We drukken als het ware eigenlijk alleen maar het oppervlakte huid van je vinger. Ja, het lijkt een beetje alsof je op schuurpapier drukt. Dus je hebt een oppervlak, en hier zie je 36 injectienaalden op één plaatsje. Die 36 injectienaalden, hier binnen, dat kanaaltje, is 20 micrometer. Dus zeg maar een vijfde van je haar. En daarbinnen zit alle elektronica. Dus het is een chip die je hebt en je meet alles in één keer uit. En het leuke ervan is ook nog eens, dat die kanaaltjes zijn zo klein. Zeg maar, als je hebt een kanaal, hè, en je laat er vloeistof doorheen stromen. En dat kan je uitrekenen. Dan maak je het kanaal smaller en smaller. Smaller en smaller. Ja, op een gegeven moment, ja, de stroom nog steeds. Op een gegeven moment gaat die wanden gaan ontzettend belangrijk worden. Dus als het zo klein wordt als nanometer, gaat die vloeistof compleet anders heen stromen. Bijvoorbeeld ontzettend snel. Of zelf aanzuigend. Capillaire werking noemen we dat. En dit is bijvoorbeeld als je zo'n chip op je vinger legt, hoef je dus niet een zuiger te hebben. Nee, door de afmetingen, door de kanaaltjes zelf, wordt dat oppervlakte vocht in je vinger, waar dus heel veel informatie in zit, wordt opgezogen. Nou, dat kan je dus gebruiken om medicijn toe te passen. Maar je kan ook te kijken hoe iemand eruit ziet. Of het wel de juiste persoon is die je moet wel hebben. Dus opeens zit dus heel veel informatie verborgen in een instrument die je eigenlijk, nou ja,
dat je nauwelijks weet dat je dat aanraakt. Nou, het heeft natuurlijk zijn voordelen. Dus de motivatie, Albert van den Berg, die is een groep van Leopard Ship, doet dat en gebruikt dit voorbeeld. Dus ik heb even van hem gejat. Hij zegt van, dat is een typisch meisje. Dus die, ja, dan moet je dat soort zaken hebben. Maar alhoewel, ja, jongens hebben dat ook. En er staat er nog heel wat te wachten wat dat betreft. Maar dit is dan een voorbeeld van zo'n sensor, een lithium sensor. Mensen die manisch depressief zijn, die kunnen als medicijn lithium hebben. Maar je lichaam reageert op lithium heel anders. Je kan op een gegeven moment, is het lichaam verzadigd van lithium. Je hebt dus een medicijn, maar je weet zeker dat na verloop van tijd, dan gaat het medicijn jezelf vergiftigen. Je moet dus altijd monitoren hoeveel lithium je lichaam opneemt. Nou, dat wetende. Nou, dat wisten wij trouwens niet hoor, want ik heb zelf en Albert van den Berg en ik, we zijn studiegenoten en we gaan altijd met het studentenhuis nog skiën. En we waren in de skilift en een van de oud-studenten is psychiater geworden. En die zei van, jullie zijn zo knappe koppen, kun je geen sensor maken dat je lithium meet? Nou, we wisten niet waarom, maar ja, slecht het uit. En toen dachten we, ja, we waren met een ander, waren suiker in het bloed, waren we aan het testen. En toen hebben we gedaan, en lithium is prachtig, prachtig voorbeeld. Het is fantastisch te meten op zo'n manier. Hier zie je een piekje lithium die je ziet. En eigenlijk, wat je doet, is je legt je vinger erop. En door de vocht schiet als het ware die vloeistof door zo'n kanaaltje. En lithium loopt net iets achter van natrium. Dus na verloop van tijd krijg je de natriumpiek en dan de lithiumpiek. Een heel simpel voorbeeld van een nieuw product. Wat dus gaat werken op dit soort technieken. Maar als je dat weet, als je kan meten hoeveel lithium of hoeveel suiker in je bloed zit, dan schakel je natuurlijk, de mooiste loop is, kun je dan ook aangeven dat je een beetje lithium of insuline dan inspuit in het lichaam. Dus ook met dezelfde techniek, dezelfde integratie, kun je dus een meetinstrument maken dat meet, maar het ook nog eens medicijnen gaat toevoegen. Het is nog niet op de markt, want dat is natuurlijk een heel weg te gaan, maar het is wel de volgende stap. Het is wel de volgende manier om te gaan kijken van hoe het met ons gaat. Het is dus niet meer zo dat je zomaar medicijnen slikt omdat je hoofdpijn hebt. Nee, je kan nu aangeven hoeveel medicijn je gaat gebruiken en hoeveel in je lichaam wordt uitgescheiden. En ook hierin vind ik wel leuk om die link te brengen. Dus je gaat thuis meten. Dus niet meer in het ziekenhuis dat je na een paar maanden of na een paar weken de uitslag weet. Nee, je kan het meteen thuis meten. Maar wie is verantwoordelijk voor die meting? Als ik mijn bloed geef aan het ziekenhuis, dan zegt het ziekenhuis van er zit te veel lithium of te weinig lithium in je bloed. Het ziekenhuis is verantwoordelijk. Maar als ik het naar thuis doe, ben ik nou verantwoordelijk? Of is dat Medimate, dat bedrijf dat het op de markt brengt? En hoe doet het dat? Nou, die moet die informatie dus kwijt. Die zet de informatie op het web of de informatie naar de psychiater en dergelijke. Dus ook die link wordt steeds belangrijker. Waar we misschien ook niet hebben stilstaan, maar er komt steeds meer nanotechnologie in voedsel. Nou, had ik de vorige lezing had ik dat ook gezegd. Toen kreeg ik na afloop allerlei mensen over me heen. En die zeiden van, ja, je moet niet knoeien met voedsel. Maar zo bedoelde ik het niet. Misschien wordt het wel gedaan. Maar veel meer van, op een bepaalde manier moeten medicijnen toegevoegd worden aan voedsel. Of je een verrijking van vitamine aan voedsel. Omdat mensen bijvoorbeeld vitamine tekort hebben. Een van de voorbeelden, misschien heb je dat al gezien, dat is we kunnen bolletjes maken en die zijn hol. Dit zijn van dit type bolletjes. En als je dat goed gaat kijken, daar zit er iets in. Die bolletjes zijn zo klein, die proef je niet. Je smaakpapillen zitten zo ver uit elkaar en die deeltjes zijn zo klein, dus dat zie je niet. En wat erin zit, gaat pas open als het kokonnetje openschiet. Bijvoorbeeld door de pH van je maag, van de maagzuur. Dus wat voor voorbeeld heeft dat? Nou, een van de voordelen is dat je twee verschillende stoffen in een vloeistof kan doen, die normaal gesproken meteen zouden reageren en misschien klonteren. In dit geval niet, want ze zijn afgeschermd en pas in je maag komt dat vrij. Een voorbeeld wat hier gebruikt wordt, ik denk in de volgende slide volgens mij kan je dat goed zien, dat is namelijk melk. Ze zijn er in staat om vetbolletjes, dus het vet, en aan de binnenkant van het vet is water. Dus het voelt vettig aan, het smaakt als vet, maar het is gewoon een light product, want erin zit water. Een toepassing die van Friesland Food en Naomi hier tussen maakt. Maar als je dat kan, als je dus bolletjes kan maken met daarin een medicijn, kun je op een hele andere manier denken aan medicijntoediening. Ik slik een pil en ik doe dat met water en in mijn maag en daar zit een geweldige hoop bindmiddel in, maar heel weinig medicijn eigenlijk. En dan gaan langzaam in mijn maag, dus na een half uur, zakt de pijn.
Nou, de manier om iets snel in je bloed te laten opnemen is natuurlijk via je longen. Dat doen we de hele dag. Daarom ademen we hem de hele dag. Dus als jij nanodeeltjes maakt, die dus waar het medicijn in zit, en ze komen direct in aanraking via de longen in je bloedbaan, werkt dat vele malen sneller en veel effectiever. Je hebt veel minder medicijnen nodig. Nou, dat is een voorbeeld om dat aan te doen. Er zitten natuurlijk ook daar weer heel veel aspecten aan. Want waarom is dat nanotechnologie? Nou, als de deeltjes te groot zijn, dan gaan ze niet in mijn longen zitten. Dan zitten ze ergens in mijn strottenhoofd. Zijn die deeltjes te klein, dan heb ik een keer gepufft, zeg maar. En dan hoest ik de helft eruit, dat mag ook niet. Dus die deeltjes moeten precies de goede grootte hebben, dat ze meteen door de longzakjes worden opgenomen. Nou, wat is dan nadeel? Nou, als een kind te veel medicijn neemt, of je neemt zelf per ongeluk te veel medicijnen, dan kan je maag worden leeggepompt, want dat duurt een uur. Dit werkt instantaan. Dus je moet wel dat puffer of het apparaat moet je beveiligen, zodat niet iedereen het kan gebruiken. Nou, en die beveiliging die je dat doet, dat is weer typisch iets ook waar je nanotechnologie kan gebruiken, om dat, zeg maar, die patroonherkenning te zien. Dus dezelfde techniek, waarbij we net niet zien waar je bloed sampelt, kan je nu meteen zien van oké, dit is de rechtmatige eigenaar en die mag het medicijn gebruiken. Maar dan kom ik een beetje op die, zoals ik laat zien, heel veel nanomedicine. Medicijntoepassingen in de chirurgie vindt nanotechnologie plaats. Een mesje wat snijdt en die meteen kan meten of je door goed vlees, hè, of slecht of een kankergezwel meet. Dus je hoeft niet een stukje eruit te halen en dat in een lab te laten zien. Nee, het mes zelf is een laboratorium op zichzelf. Dan zijn we met Radboud Ziekenhuis zijn we daar bezig om dat voor elkaar te krijgen. Nou, en daar zijn hele nieuwe ontwikkelingen. De nanodeeltjes die je lichaam gebruikt om contrastvloeistof bijvoorbeeld te kunnen krijgen. We kunnen die containers maken. Die dus open gaan. We kunnen nieuwe zenuwen laten aangroeien door nanodraadjes aan zenuwen te verbinden. En die maken de connectie, de elektrische connectie. En die zorgen ervoor dat die materialen kunnen doorgroeien. Nou, zo zijn er nog veel meer voorbeelden. En ik in de volgende stel laten zien wat een van die nanodeeltjes zijn. Hundreds of millions of nanoparticles enter the vein in the patient's arm. Designed to function. Okay, maar wat je dan ziet is, dit is nanodeeltjes die in je ader worden gezet bij je bloed. Dus de pompen van je bloed, dus de hart, de rode bloedlichaampjes. En die nanodeeltjes zelf, die pompen mee rond, maar die hebben een herkenning. Die weten als ze een kankergezwel zien. Bijvoorbeeld doordat de bloedvaten daardoor kleiner worden. Dus die gaan lokaal gaan die zitten, dus bij zo'n kankergezwel. Zodra die nanodeeltjes dat gezwel zien, dan springt de huid open en die zien een herkenning. En het medicijn wordt lokaal, ter plekke wordt dat vrijgegeven. Dus ze gaan, als het ware lokaal, knokken ze als het ware, vechten ze het in dit geval een kankerzwel aan. En vervolgens wordt het dan van het geheel weer afgevoerd door de urine of op andere manier afgebroken in het lichaam. Dit is een voorbeeld van dat je lokaal, als het ware nanodeeltjes gebruikt, om medicijn te brengen waar je wil wat het heeft. Nou, de chemotherapie kan je voorstellen. Philips Medical Systems heeft nu een systeem ontwikkeld waarbij je dus magnetische nanodeeltjes kan stoppen in je bloed. En dat maakt het contrast veel groter. Als je de foto's ziet die daar in staat zijn om te zien hoe bijvoorbeeld een kransslagader eruit ziet en dergelijke. Het is gewoon videokwaliteit wat je tegenwoordig kan waarnemen. En dat brengt me eigenlijk in, nano zit bijna overal. En in ieder geval, als we met elkaar gaan brainstormen, kun je geweldig veel voorstellingen maken van waar je nanotechnologie zou kunnen toepassen. En ik heb een cartoon, dat is dan van de Siemens. Maar ik was in Lowlands en van Lowlands moest ik hip joints vervangen door een heup. Want dat zou de mensen op verkeerde gedachten brengen. Maar de brandstofcellen, kleren, het zit in natuurlijk de carbon verstevigde, de fietsen. De laptop, hè, tegenwoordig, dat je gewoon bij zonlicht kan zien en je scherm kan zien. Dat is een voorbeeld ervan. En dit is eigenlijk wat nu de meest interessante aspect is van nanotechnologie. Dat is namelijk, je kan materialen veranderen. Dus dit is een voorbeeld nu van Philips waar je via een echo kan zien hoe een foetus eruit ziet. Nou, we kunnen allemaal nog wel herinneren die driehoekjes. Daar was het iets vaags waar ze zeiden van het wordt een jongen of een meisje. Met nieuwe materialen en met nieuwe sensoren kun je echt op videokwaliteit kan je zien
wat voor processen er zich bijvoorbeeld in een menselijk lichaam afspelen. Nou, dat kan omdat we kunnen manipuleren met materialen. We kunnen namelijk zien dat als we materialen kleiner en kleiner, als de afmetingen kleiner en kleiner worden, veranderen de eigenschappen. Even het mooiste voorbeeld van een veranderde eigenschap is wel koolstof. Hè? We weten diamant, maar een potlood, dezelfde koolstof. Maar een carbonatentube, of een, dat heet een buckyball, omdat het eruit ziet als een voetbal, het zijn 60 koolstofatomen. Dat is bijvoorbeeld een element, dat is compleet qua eigenschappen anders dan als je het groot zou hebben, grote afmetingen zou hebben. En om een voorbeeld te geven, zo'n carbon nanotube, dat is een soort rooster, ziet het eruit, hè? Zo ziet het eruit als ja, waar je kabels wel eens mee probeert samen te binden. Als je dat dus twist, dan gaan de atomen dichter bij elkaar zitten, je kan zelfs het helemaal dicht maken, dan heeft het een andere eigenschap dan als ik het opendraai. En ik liet het heel begin die transistor zien van Kees Dekker, dus heb ik daarop gebaseerd. Een 1 en een 0. Dus met de tip kan je bewegen, dus een 1 en een 0. Dus een carbonanotube betekent een hele goede geleider te zijn. Ongelooflijk sterk materiaal. Daarom de carbon verstevigde vezels die je dan ziet. Dus het is een materiaal wat door zijn afmetingen een compleet andere eigenschap krijgt. Het leuke is dat we carbonanotube kunnen laten groeien als gras. En dit is een voorbeeld waar we het laten zien. En het voorbeeld is, laat maar even nog hoor. Wat je ziet is hier gebaseerd op het lotusblad. Het lotusblad is waterafstotend. Hè? Dus als je het wel eens doet en je schudt, of in de regen, dan wordt nooit nat. Het blijft altijd droog. Dat komt als je inzoomt, dan zie je eigenlijk grote klobben. Nou ja, dat is niet bijzonder. Maar ga je nog verder inzoomen, dan zie je alleen nanodraadjes. Dus het idee was, en hier zie je, als we dan een oppervlak maken waar we dat gras laten groeien, dan moet zo'n oppervlak ook een soort lotus-effect gaan zien. En als je nu, hier zie je een voorbeeld van een normaal oppervlak met een druppel. En zo'n druppel doet, nou, gaat gewoon op de grond zitten, gebeurt verder niks mee. Nu hebben we nanogras gegroeid, een druppel. Dan zie je als het ware dat het wat heel afstoot. Dus door het feit dat we dus nanogestructureerd materiaal hebben, of gras hebben laten groeien, krijg je dat effect. Nou, nogmaals, als ik dat hier laat zien, en als we even 10 minuten gaan brainstormen, dan weten we ongelooflijk veel toepassingen daarvan. En dan niet alleen omdat je kleren dan niet meer vies worden of nat worden, maar wat dacht je van wanden die waterafstotend zijn? Geen bacterie hecht zich meer aan een wand. Voor ziekenhuizen is het prachtig. Of gereedschap, hè, van een chirurg. Of, en wat als vaak voorbeeld genoemd wordt, de ruit van een auto. Hè, waar geen water meer van. De ruitenwisser is niet meer nodig. Nou, dit soort effecten als nieuwe materialen. Dat is eigenlijk zeg maar de toekomst waar het nu uitgaat. Hier kunnen we mee spelen, mee manipuleren. Hier zijn nieuwe doorbraken te verwachten. Je ziet dat ik iets enthousiaster word. Dat komt een beetje mijn vakgebied dan wordt. Maar we kunnen dus echt inderdaad atomen op elkaar stapelen, al waren het Lego. Hier zie je een voorbeeld, een cartoon. Bijvoorbeeld, we kunnen, hier is een atoom met het andere atoom in een kristalstructuur. En we kunnen verschillende materialen kunnen op elkaar gaan stapelen. En zo, door dat te doen, maak je dit soort nieuwe materialen. Dan ga ik even heel technisch, maar ik probeer het ook al een beetje beschrijfelijk te maken. Hoe doen we dat? Nou, we hebben een bepaald materiaal. En we schieten daar met een laser op. En dan verdampt dat materiaal en dat laten we neerslaan. En zo kunnen we eigenlijk atoom voor atoom voor atoom voor atoom zichtbaar maken. Nou, daar komt heel wat voor bij kijken hoor. Maar oké, het principe is echt dit wat je nu ziet. Dus eigenlijk wat we doen, we groeien op een oppervlak. En dit is weer zo'n AFM, hè? We gaan scannen het oppervlak en we zien het groeien. En hier kunnen we precies zien, een minimum en een maximum. We hebben precies één atoomlaag gegroeid. En dan gaat hij naar beneden. En we hebben precies één atoomlaag gegroeid. Dus we zijn in staat om te zien hoe atomen aan het oppervlak bewegen en hoe ze dus zeg maar een nieuw materiaal gaan vormen. Want door de ene keer en dan weer een ander materiaal, dan weer ene materiaal, dan weer het andere materiaal, zo kan ik elk materiaal maken dat ik maar kan voorstellen. Dit is dan zo'n voorbeeld. Ik noem het ook vaak een spekkoek maken. He, dus je maakt één laagje, dan het volgende laagje en dan het volgende laagje en het volgende laagje. Maar dan zijn laagjes een paar atomen. Nou, wat je doet, je maakt een plakje van die spekkoek. En als je dan tegen de zijkant tegenaan kijkt, zie je al die laagjes zitten. Nou, dit is deze foto. Dit is eigenlijk de zijkant van die spekkoek. Wat je ziet zijn de atomen.
hebben dus apparatuur inmiddels ontwikkeld waar je dus de atomen ziet zitten. Je kan zien hoe scherp bijvoorbeeld dat interface is. En, dit zijn de materialen die we daarmee gegroeid hebben. Maar het bijzondere is, van dit soort materiaal is, dat ik heb dus één materiaal en dat heeft een bepaalde eigenschap. Dat is niet glijdend. Glijdt niet, isolerend. En ik heb een volgende materiaal, is niet glijdend, isolerend. En ik stapel ze op elkaar. En dat tussengebied, dat interface, wordt een hele goede glijder. Dus door die nanotechnologie kunnen we opeens eigenschappen geven aan materialen dat het helemaal niet heeft. Glas is doorzichtig, maar niet glijdend. Metalen, die zijn heel mooi glijdend, maar niet doorzichtig. Door deze techniek te combineren kunnen we opeens doorzichtige materialen maken die glijdend worden. Nou, voor zonnecellen zou dat ideaal zijn. De zonlicht gaat er doorheen, creëert energie, creëert elektronen en die worden door hetzelfde materiaal afgevoerd, om een voorbeeld te geven. Alle tv-schermen, we kunnen gewoon in de glas geïntegreerd worden als we deze techniek gaan toepassen. Dus dit soort effecten, nou je hebt er hele bijzondere effecten bij, want bijvoorbeeld ik heb nu, ja je denkt van, pak ik dan zomaar twee materialen uit de kast? En nee, er zitten natuurlijk een hoop studenten die eerst van tevoren gaan uitrekenen wat er precies gebeurt. Maar ja, die kunnen dat zien en die kunnen uitrekenen van, als ik die twee materialen op elkaar doe, dan verwacht ik de literatuur of de kwantummechanica verwacht een bepaald effect. Maar dit is dan toch vrij toevallig. We hebben materialen die echt slechte glijders zijn. En die combineren we. Dan krijg je zo'n spekhoek, als het ware, waar je de zijkant tegenaan kijkt. En dat wordt een superglijder. Die materiaal, dat is een superglijder. Een kunstmatig gemaakt superglijder. De natuur zal dit materiaal nooit uit zichzelf vormen. Die kan je alleen maar doen door zelf te zorgen dat je de ene atoom op de andere atoom stapelt. Nou, dit is een beetje een voorbeeld van hoe je zou kunnen denken aan hoe je dat zou moeten doen. Nou, daar heb je wel een beetje een apparatuur voor nodig. En je weet een beetje ook waar het vandaan komt, hè? Van Wouter Bos, zijn financiën. Er is een subsidie hebben we gekregen om dit te kunnen maken. En dat is iets wat je gewoon, wat er nu uitkomt en dat is natuurlijk fascinerend, want heel veel eigenlijk in de wereld kijkt maar naartoe. Dus nogmaals, ik heb gezien uit de nanotechnologie, nanoelektronica. Ik zit even kijken, ik heb nog een paar minuten. Hè? Dus de nanotechnologie, de nanoelektronica, vindt zijn toepassing in lab on a chip, in nanomedicine, in medicijntoevoegingen, vindt zijn toepassing in nieuwe materialen. En in nieuwe materialen, ik maak nu 1 bij 1 millimeter. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat als we er zonnecellen mee kunnen maken, dat we natuurlijk naar vierkante kilometers kunnen. Maar wat dacht je van ander beton? Door nanodeeltjes in beton te voegen, wordt beton anders. Door met atomen te spelen, kunnen we misschien hele andere effecten waarnemen. Misschien effecten of eigenschappen die we eigenlijk nog helemaal niet kennen van de materialen. Nou, dan heb je de andere kant. Ik ben wel enthousiast van nanotechnologie, nanodeeltjes. Maar zit daar geen gevaar aan? Wat is dat? Hoe kan dat? Hoe moet je dat voorstellen? Zijn we ook in staat om een nanorobot te maken? En zoals de Drexler, een van de mensen die dat in het begin al aanstipte, van let wel op wat de consequenties nanotechnologie heeft. Kunnen we een robot maken die zelf weer een robot maakt, die weer een robot maakt, die weer een robot maakt, en et cetera. En het lege robot te nanorobotjes voor over de wereld. Ja, dat is in 2025. Nee, maar zover zijn natuurlijk. Ja, ik maak een grapje. Daar bedoel ik niet om het te bagatelliseren, maar om wel in een bepaald perspectief te zetten, we daar wel degelijk rekening mee moeten houden. Dus ik heb ook een slide gemaakt van, we zijn eigenlijk nog aan het begin van de natuur, wat we kunnen maken. We kunnen heel veel van de natuur leren. Dat zie je aan dat lotusblad, hè, wat ik zag. Maar er zijn veel meer, de tastzinnen van een vlieg. Hoe als je dat gaat kijken, dat zit vol nanotechnologie. Er is een hoorn bij, dat herhaalt zijn energie uit zonlicht. Als je dus die gaat bekijken, dan zit zijn hele lichaam vol zonnecellen. En helemaal gebaseerd op nanotechnologie. Dat is eigenlijk ongelooflijk fascinerend. En daar kun je natuurlijk heel veel van leren. Maar kunnen we dat dan nabootsen en nabouwen? Niet. Dat nog niet. We kunnen daar wel elementen van nakijken en nabootsen. En daar kunnen we gebruik van maken. Maar daar zitten wel degelijk risico's aan. Als ik zeg van, we hebben een nanodeeltje. Dat is heel functioneel. En dat stopt in ons bloedbad. En dat ziet een kankeres wel. En het gaat erop af. En laat zijn medicijnen los. Nou, dat is natuurlijk, dat is een heel mooi verhaal natuurlijk. Maar wat doen dan de deeltjes die dat niet gevonden hebben? En die dan
ja, die je dan zeg maar uitplast en in ons watersysteem komt. Dus je moet wel degelijk opletten en kijken wat dat soort nanodeeltjes voor een effect hebben. Er zit ongelooflijk veel nanodeeltjes in ons dagelijks leven. Je poetst er elke dag mee. Want van tandpasta bijvoorbeeld. Je wast er heel vaak mee. Dat zijn titaandioxide, nanodeeltjes. Nou is er heel veel onderzoek aan gedaan om te zien of dat geen effect had op het lichaam. Dus dat zeg maar van, nou dat zit oké. Okay. Maar die ontwikkeling gaat steeds verder. Als ik een gouddeeltje heb, dat is inert. Er gebeurt niks mee. Er reageert niet. Heb ik een goudnanodeeltje, dat is ontzettend agressief. Dus je moet alle materialen die je aan het bekijken bent, die je aan het bestuderen bent, moet je ook wel kijken wat voor effecten dat heeft. Dat moet sowieso. Als je aan mij vraagt, maak ik een nieuw medicijn voor reuma? En ik kom met het nieuwe medicijn, dan is de eerste vraag die je me stelt van ja, wat voor bijwerking heeft dat? Dus dat moeten we ook goed in kaart brengen. Nu is het zo van medicijnen zo, dat we precies weten waar het aan moet voldoen. We weten de E-nummers, we weten wat voor een, in welke categorie we dat moeten stoppen. We weten alle effecten op ons lichaam. Dus we moeten ook voor nanotechnologie dat goed in kaart brengen. En goed kijken van, wat en wereldwijd zijn we dat ook aan het doen. Maar daar is ook gewoon, het is niet zo hosanna en altijd maar zomaar hanteren. Nee, de ene kant, het is een hosanna verhaal wat de mogelijkheden zijn. Je moet daarnaast ook de risicoanalyse maken en ook goed kijken wat voor effect dat heeft van nanodeeltjes in ons lichaam. En dan heb ik het nog niet eens over fijnstof hoor, want fijnstof is heel groot ten opzichte van de nanotechnologie. Nou, om een voorbeeld te geven, de carbon nanotube. Er was een NRC, dat was in hetzelfde weekend van Lowlands, als de carbon nanotubes een bepaalde afmeting krijgen, dan veroorzaken ze ontstekingen. Nou, dus dat betekent dus dat je moet zorgen, als je carbon verstevigde records hebt, hè, dat als je gaat schuren, dat je dat niet moet inademen, bijvoorbeeld. Maar ja, dat moet je sowieso niet met glasvezelverstevigde materialen doen, maar je moet het wel vermelden dat je dus dat niet moet doen, bijvoorbeeld. En zo zijn er natuurlijk verschillende aspecten en nieuwe regels die we moeten gaan toepassen. Maar voor deze gemeenschap zit er ook iets aan te komen. Dat is namelijk met quantum computing en dergelijke. We gaan een schaal maken in snelheid van internet, van computers, wat vele malen groter is dan we nu hebben. We hebben een prachtige code in onze creditcard, hè, van 4 digits. Nou, en dat is niks. Dat is in een duizendste seconde al jullie kaarten gekraakt. Dat is geen enkel probleem met zo'n nieuwe computer. Dus we moeten naar andere manieren van beveiliging. Hetzelfde geldt als ik al zei van DNA-structuur. Over een aantal jaren kun je je DNA-structuur meteen bepalen. Dus dat wordt hetzelfde als de kleur van je ogen. Of je iris van je of de vingerafdruk. Hetzelfde wijze wordt dat. Dus dan moet je ook, er zit veel informatie in. Dan moet je ook weten dat dat gaat gebeuren. En daar moet je ook gaan inspelen. Nou, een aantal, de markt komt voor. En het is natuurlijk hè, de portable techniek, begrijpt u allemaal. Nou, bijvoorbeeld, we hebben de iPhone. Hè? Ik ben ook zo'n trotse bezitter van de iPhone. Maar ja, zoals alle iPhone-bezitters weten, dan moet je hem wel elke avond aan het net hangen. Anders dan is het nou, misschien wel 2 keer per dag. Anders is hij leeg. Dus er zit heel veel nanotechnologie in deze iPhone. Maar die kan nog heel wat nanotechnologie gebruiken om betere batterijen en andere voorzieningen te maken. Of het toch nog beter leesbaar te maken. Dus eigenlijk, dit is mijn laatste slide. Eigenlijk is het zo dat je aan de ene kant, denk ik, of ja, nanotechnologie zit al heel veel verankerd. Maar nanotechnologie krijgen we ontzettend veel mee te maken in de toekomst. Heel veel goede dingen, heel veel mooie dingen, moeten we ook zeker gebruik van maken. Ook stil blijven staan bij wat voor een effect dat heeft. De impact op onze maatschappij. Net zoals internet dat heeft. Maar ook te gaan kijken van de gevaren die dat heeft. Zoals internet misschien dat ook heeft. Maar hoe dan ook. Ik denk ook, net zoals, nou ja, zoals internet of mobiele telefonie of de computer en dergelijke. Zal nanotechnologie nog meer verweven worden in onze maatschappij. Omdat het zo multidisciplinair is. Dat wou ik jullie vertellen. Bedankt. Wauw. Ja, ik vind het enorm knap hoe je zulke complexe materie toch zo boeiend en aansprekend kan vertellen. Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn in de zaal. Misschien kan je net als de vorige keer even opstaan, zodat iemand met een microfoon naar je toe kan komen.
Het is wel de eerste keer dat ik een professor over Lowlands hoor praten, overigens. Wat is daar het verhaal achter? In Lowlands hebben ze Lowlands University. Ja. En dat is ook nu het vierde jaar. En elk jaar vragen ze iemand om een college te geven. En Ruud Lubbers heeft ook hier een college gegeven. Ik denk, dat was ook op het journaal. Maar ook wat Plasterk en, ja. En dergelijke. Nou, dit jaar was, mocht ik. Een nanocollege. Ja, het was dus bijna, er waren 1000 mensen. Maar het verschil was wel, daar had je de beat de hele tijd op de achtergrond van. Oké. Goed zo, ja. Ik zie daar een vraag. Kan de microfoon daar naartoe, meiden? Ik kan niet beloven dat ik zo swingend antwoord geef als de vorige spreker. Ja, hij doet het. Oké. U geeft allemaal van die mooie voorbeelden en ik ben ontzettend onder de indruk. Maar ik vraag me af, over wat voor termijnen praten we dan in tijd voor die geneeskunde? En wat zijn dan ook nog de grootste drempels die genomen moeten worden? Nou, een aantal dingen kunnen dus nu al. Dus ik ben zelf bijvoorbeeld geïnteresseerd in het voorbeeld van lap on a chip voor diabetespatiënten. Ik ben er zelf een. Dus ik moet altijd bloed prikken. En dan insuline aanpassen en dergelijke. Dus ik push heel erg, zeg maar, dat we dat gaan, dat we dat kunnen gaan doen. Dat lijkt me heerlijk. Maar, dus die ontwikkeling is dat zover. In het lab kunnen we het. Maar nu moeten dus eerst testen gedaan worden. Dus eer dat dat als product op de markt is, zijn we 5 jaar verder. Maar dat komt door alle regels. En terecht ook, hoor. Want je moet er niet aan denken dat als ik het ingeïmplanteerd heb en dat na 3 maanden... zeg maar, oh sorry, ik krijg een ander signaal en in één keer wordt die insuline afgegeven. Dus het is heel goed dat dat gedaan wordt. Maar de technische ontwikkeling is klaar, als het ware. Maar dan moet het door een hele proces van stappen heen om dat werk tot een product te maken. Dat is bijvoorbeeld 1 ding wat al klaar is. Dat wat ik liet zien, van dat we een nieuw materiaal hebben gemaakt of ontdekt, wat dus transparant en geleidend is. Nou, dat hebben we nu, of die twee materialen die op elkaar stapelen, opeens een geleidend wordt. Dat wordt de transistor van de toekomst. Daar ben ik van overtuigd. En daar zet ik van geld op in met allerlei spin-off bedrijfjes en dergelijke. Maar dit zal niet eerder dan over 10 jaar de werkelijkheid zijn. En ook dat glijdende glas, voordat het in de zonnecel komt, had ik een half jaar geleden gezegd, het duurt nog 20 jaar, maar nu door de olieprijs en dergelijke, denk ik wel binnen 5 jaar... zal het tot de markt komen. Maar het grote hiccup is dan niet het feit dat we het materiaal kunnen maken, maar het van 1 bij 1 millimeter, of een tiende bij een tiende millimeter, over schakelen in kilometers, vierkante kilometers. En die stap is vaak gewoon nog moeilijker. Dus het principe van de nanotechnologie is al heel vaak al daar. Nu is het vaak de stap om het groter te maken. Ja, dus daar zit een. Dus de enige, sommige die kan je nu al kopen. Alhoewel, in de iPod Nano zit geen nanotechnologie, hoor. Die meneer in het midden. Als ik u goed hoor, zou dat betekenen dat met die techniek over een jaar of 20 tot 50 niemand meer ouder hoeft te worden. Nou, op een hele andere manier ouder gaan worden. Dat denk ik wel, ja. Dus dat is niet over 20 jaar, hoor. Dat denk ik dat we dat heel snel zullen gaan merken. Ja, en vooral ook, we gaan een hele slag maken doordat we medicijnen slikken tegen een bepaalde ziekte, dat we dat veel gecontroleerder kunnen doen. Dus we, het mooie is, de droomscenario is natuurlijk de chemotherapie, als je dat zo lokaal kan doen. Maar bijvoorbeeld nu, de ontwikkeling nu al is om nanodeeltjes, samen met, dat duurt 30 seconden, even uitleggen, maar nanodeeltjes radioactief te maken. Radioactief, maar dat is zo laag, dat merk je gewoon, dat is gewoon lager dan de radioactief wat normaal heeft. Maar die nanodeeltjes zijn intelligent. Dus die brengen je in en die zien ergens dat celdeling veel te snel gaat. Dus zo'n nanodeeltje gaat daar naartoe, ziet dat en geeft een signaal aan de andere nanodeeltjes van jongens, hier is het aan de hand. Dat komt omdat als hij ziet dat die celdeling groter is, dat dat bijvoorbeeld een beetje magnetisch wordt. Dan trekt die andere nanodeeltjes aan. Met elkaar gaan ze zien, steeds, wordt steeds groter magneet, gaat steeds meer als een gek. Gaan al die nanodeeltjes klonteren. Merk je niks van, want een hele hoop nanodeeltjes bij elkaar is nog steeds niks. Maar lokaal krijg je opeens een geweldige reactieve bron. Dus lokaal kan je bestralen. Nou, dat zou een verbetering zijn voor van hoe we dan kunnen doen. En het leuke daarvan, dat vind ik dan
dat is dan weer mijn. Wat ik er leuk van vind, is dat hebben wij niet aan de westerse wereld alleen wat aan. Maar ook doordat je opeens geen niet van die geweldige apparatuur meer nodig hebt, maar op veel lokale wijze, op veel lokale manier kan doen, nu heeft het ook de derde wereld wat aan. HIV-detectie kan je daar dan toepassen, meteen. Maar het is niet zo dat je kunt zeggen van nou, ik ben 30 en nou wil ik gewoon op deze leeftijd zo mooi eruit blijven zien. 30? Nou, dat pak je niet. Hij zei, oh, dan bent die andere spreker van hiervoor. Van, zag je er zo uit toen je 30 was? Ik weet niet of je verouderingsverschijnselen tegen kan gaan. Nou, ja, soms word je, sommige mensen worden ook knapper als ze ouder worden. Hè? Dus, We hebben de laatste vraag daar in de zaal, alsjeblieft. Mogen er ook twee zijn die met elkaar samenhangen? Ik heb een vraag over marketing en over maatschappelijke acceptatie. Heeft allebei niks met wetenschap te maken, maar volgens mij wel heel belangrijk als het gaat om de verdere ontwikkeling van nanotechnologie. Volgens mij als je hier naar buiten loopt en je zegt tegen iemand nanotechnologie, één, dan schrikken ze, en twee, dan kijken ze net zo glazig als wanneer dat je zegt Europese Unie. Mensen snappen dat niet. Hoe krijg je mensen zover dat ze snappen waar het over gaat? En krijg je de interesse ervoor? Ik heb nu een beetje het idee dat de maatschappelijke acceptatie, mijn tweede vraag zo meteen, een beetje heel smooth wordt geforceerd door te laten zien van kijk, je hoeft geen lelijke echo's meer te maken, maar je kan kinderen in 3D laten zien met een nieuwe cameratechniek. Maar doe je dan geen afbreuk aan de echte technologie die achter nanotechnologie schuil gaat? Ik bedoel dat ik het mooi voorstel of dat ik het zo ingewikkeld moet vertellen dat het de waarheid is? Want ik kan wel een college kwantummechanica geven, maar wat bedoel jij? Ja, met liefde hoor. Maar wat bedoel je hem veel meer van dat het... Nou kijk, de doodsteek voor de Europese Unie, waarom we het allemaal niet willen en met elkaar nee hebben gestemd, is omdat we lange tijd niet verteld hebben gekregen wat het nou precies inhoudt. Dat u prachtig werk doet, dat geloof ik blindelings. Want ik snap het nu eindelijk voor de eerste keer met uw prachtige metaforen over spekkoek en dergelijke. Ja. Alleen ik denk dat wanneer de brede maatschappelijke voorlichting over nanotechnologie achterblijft, dat we over 10 jaar tegen elkaar zeggen van, ja, maar waarom snapt u het nou niet? Dit is best goed voor u. Dus dat was een van mijn laatste slides en dat is jouw vraag, maatschappelijke acceptatie. Ja. Als je gaat zeggen van, het is zo ingewikkeld jongens, jullie hoeven het niet te begrijpen, laat ons onze gang maar gaan en het is goed voor jullie. Nou, dat is het doodsteek. Ja. Nou, dat is eigenlijk van een van de redenen waarom ik enthousiast ja zei toen ze mij vroegen om bijvoorbeeld voor jullie wat over nanotechnologie te gaan vertellen. En waarom ik op Lowlands sta. Nou is het niet alleen voor mij hoor, maar ik denk dat het zo belangrijk is dat we nanotechnologie, ik denk ongetwijfeld dat jullie heel veel Financieel Dagblad lezers zijn bijvoorbeeld. Nou, Financieel Dagblad is een prachtig voorbeeld van hoe zij heel veel aandacht zijn besteden aan wat is nanotechnologie en hoe het gaat. En dat moeten we veel meer doen, we moeten veel meer de boer op moeten vertellen. En op een eerlijke manier. Ik kan ook die slides weglaten van, dat is ook wel een beetje gevaarlijk. Nee, dat heeft er geen zin, want die boemerang komt knetterhard terug. Je moet juist laten zien dat het niet weirdo's zijn die nanotechnologie bedrijven, maar dat die ook vinden dat je naar alle aspecten moet kijken. En dat is een beetje de boodschap. Alleen het is jammer, en dat is weer de marketing, dat als ik vertel van doorbraak van de lithiumsensor, ja, dat komt inderdaad op bladzijde 14, een heel klein kolommetje, lithiumsensor ontwikkeld in Nederland, en bedrijfje Medimate heeft net zilver kruisacht mee, 2 ton gehaald. Hè? Dat is een bericht. Is iemand anders en die zegt van, ja, er is een of andere, heel raar, obscuur onderzoekje, maar oké, maakt niet zoveel uit, dat carbon nanotubes ontstekingen doet. Dat staat aan de voorkant van de NRC. En dat is in de marketing zo moeilijk, om angst aan praten. En dat is denk ik ook wel, met internet, dat denk ik ook wel. Het is zo moeilijk om te laten zien wat iets werkelijk is. Terwijl omdat je namelijk, als het gaat om angst en dat is de nieuwe asbest bijvoorbeeld. Die links zijn zo snel gemaakt. Nou probeer dat maar eens weer uit de mensen te praten dat het niet zo is. FNV die zegt van, mensen die moeten niet werken met nanodeeltjes. Ja, dan moet je opletten. Ja, natuurlijk moet je opletten. Dat is logisch. Als jij werkt met chemische materialen, als je werkt met HF. Dan moet je het niet zomaar met je blote handen doen. Dat is heel logisch. Ik wil nog één vraag stellen. Ik zal hem gesloten stellen. Gewoon ja, nee, dan ben ik klaar. Vindt u dat er een moment moet komen dat de mensen zich kunnen uitspreken ja, nee tegen nanotechnologie? Nee, want dezelfde reden waarom ik niet stem. De Europese grondwet. Dan geef ik misschien mezelf een beetje bloot. Daarvoor kies ik nou de mensen in Den Haag.
En die moeten dat voor mij beslissen. Ja. Want dat kan ik niet. Ja. Ik weet het, ik ben geen expert in wat er zich in Europa plaatsvindt. Ik ken toevallig de rapporten van het Rathenau Instituut. Die kent u waarschijnlijk ook. Tuurlijk, ja. Daar staat niet alles in. Sorry? Daar staat niet alles in. Maar goed, misschien moeten we anders gewoon even napraten. Ik zeg volgend jaar nog een college van Dave Plank. Dames en heren, applaus. Je kunt naar de volgende zaal gaan of in deze blijven voor een workshop met ClearSense.